ik had het zo niet aan zien komen. Sommige mensen zouden wel super blij zijn met het volgende nieuwtje. Helemaal en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer eens een beauty nieuwtjes en geruchten video. Ik vind dit soort video's heerlijk om op te nemen en heerlijk om uit te zoeken. Ik heb namelijk weer een hele hoop beauty nieuwtjes opgezocht. En vandaag ga ik die in deze video met je delen. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je dan zeker niet te abonneren op de rode button hier beneden. En het belletje aan te zetten. En laten we snel beginnen met het allereerste nieuwtje. Het allereerste nieuwtje gaat over Huda Beauty. Want Huda Beauty brengt namelijk 3 nieuwe paletjes uit. En dit zijn pastelachtige paletjes. Je hebt er dus Pastel Mint, Pastel Lilac en Pastel Rose. Nou, de namen zeggen natuurlijk al wel, het zijn paletjes met heel veel paarse, roze en groene tinten. En niet alle paletjes hebben volledig alle kleuren, om het zo maar te zeggen. Maar ze bevatten ook nog een aantal naturelle tinten om mooi een volledige look mee te kunnen maken. De paletjes zijn inmiddels al verkrijgbaar en in Nederland zijn ze te bestellen via de Beauty Editor. Dat is een winkel die in Amsterdam zit en ze hebben ook een webshop. Maar het is ook bestelbaar bij Cult Beauty, dat is een Engelse webshop en daar is het ook heel erg makkelijk verkrijgbaar. En in Nederland betaal je €31 voor deze paletjes. Toen ik dit nieuwtje voorbij zag komen was ik echt super enthousiast. Want Kruidvat komt dus met een eigen make-up lijn. En ik had het zo niet aanzien komen. Want er was al wat foto's rondgegaan op internet. En volgens mij was er al een webshop of iets dergelijks. Van het merk Udaf Krit. Als ik het goed uitspreek, geen idee. Maar als je de letters omdraait krijg je dus Kruidvat. En Kruidvat brengt dus een eigen make-up lijn uit. En die is 100% vegan. En Kruidvat wil dus met deze collectie iedere beautyroutine meer impact geven. Dus eigenlijk dat je zo min mogelijk producten nodig hebt. Het is dus een collectie met echt een paar essentials. Dus ik zag al iets voorbij komen van een oogschaduwpalet en een concealer en een wenkbrauwproduct, een mascara. Ik zag nog een highlighter en een blush. Het is dus niet een mega uitgebreide collectie. Maar ze hebben toch nog best wel wat aardige producten en ze zijn ook best wel budgetproof. Want ik zag prijzen voorbij komen van €2,80 tot aan €6. En ik heb niks duurders voorbij zien komen dan €6. Dus ik wil zelf heel graag de producten bestellen. Ik wou ze eigenlijk vandaag al bestellen, want terwijl ik dit film is het al verkrijgbaar. Maar door al het corona gedoe wordt het gewoon niet geleverd. Dus ik hoop dat ik nog een aantal producten kan scoren en dat ik daar nog een video over kan maken. Want het lijkt me heel erg leuk om dat natuurlijk in een video te testen. Het volgende nieuwtje gaat over MAC Cosmetics, want MAC brengt een nieuwe limited edition uit. En dat is de collectie Petal Power. En deze collectie is inmiddels al verkrijgbaar als je deze video ziet. En ten eerste, deze verpakkingen zien er toch geweldig uit. Dit is gewoon mooi metallic roze. Echt, ik hou er zo ontzettend van. Ik ben heel erg gevoelig voor limited editions wat betreft beauty collecties. Maar ik zag wel wat leuke producten voorbij komen in deze collectie. Maar ik zag ook wel dat een aantal kleuren uit de collectie eigenlijk al gewoon in het vaste assortiment zitten. Dus dat vind ik persoonlijk een beetje zonde. Je ziet het soms wel vaker bij MAC voorbij komen. Dat ze een product die eigenlijk al in een vaste collectie zit in een limited edition verpakking doen en dan als limited edition verkopen. Dus ik ben er nog niet helemaal achter welke producten uit deze collectie zeg maar volledig nieuw zijn en of er volledig nieuwe producten zijn, want daar ben ik niet helemaal achter kunnen komen. Want deze highlighter bijvoorbeeld in de kleur Lightscapade, die heb ik zelf al in mijn bezit. Die zit gewoon in het vaste assortiment en die is nu verkrijgbaar als limited edition verpakking. Het is in ieder geval wel een hele mooie collectie met allemaal natuurlijke tinten en hele mooie roze verpakkingen. Dus ik ga nog even kijken of ik misschien iets ervan kan shoppen. Voor het volgende nieuwtje gaan we dus van high-end van MAC helemaal naar budgetproof naar Essence. Want Essence komt met een nieuwe collectie. Dit is een limited edition Bronze This Way. En die is verkrijgbaar van midden juni tot aan eind augustus. En deze collectie wordt ook wel een beetje bestempeld als een ja, soort Afrika collectie. Je kan het ook wel zien aan de verpakkingen. Hier zie je bijvoorbeeld de matte bronzer. Er zijn 2 verschillende soorten van. Maar je hebt er ook een bronzer, ja, een bronzy blush eigenlijk. Dan komt er nog een oogschaduwpalet. Ik zag nog een kwast voorbij komen. Ik zag ook nog een shimmering body oil. Het is echt een beetje een zomerse collectie. Ook hele mooie warme tinten. Het ziet er naar mijn idee echt wel heel tof uit. Maar je ziet op iedere verpakking ook iedere keer wel een beetje die tijgerprint eigenlijk een beetje voorbij komen. Dus dat is wel heel erg tof gedaan. Dus ja, het duurt nog wel helaas even een tijdje voordat deze collectie verkrijgbaar is. Maar vanaf midden juni is hij dus verkrijgbaar. Het volgende nieuwtje gaat over Lush. Want Lush heeft weer de hele leuke Easter collectie die inmiddels alweer verkrijgbaar is. En deze moet ik gewoon laten zien. Want Lush heeft altijd zulke leuke verpakkingen en zulke... Of nou ja, eigenlijk moet ik niet eens zeggen verpakkingen, maar gewoon zulke leuke producten eigenlijk. Hier zie je bijvoorbeeld dit avocado zeepje.
lipje of deze eye shower jelly. Maar ze hebben ook deze Golden Egg. Volgens mij komt die ieder jaar wel weer terug. Maar ook nog hele leuke andere bubble bars. En de prijzen variëren altijd wel weer een beetje bij Lush. Want sommige bubble bars zijn €6,50. Maar deze met de Dino is bijvoorbeeld alweer €11. Maar dan moet ik ook zeggen, deze Dino ziet er ook wel echt heel erg leuk uit. Ik ben heel blij dat wij nog een bad hebben. Want ik hou er echt van om in bad te gaan. En stiekem wil ik wel weer iets van deze collectie kopen. Dan brengt Rimmel ook weer een nieuwe mascara uit. En dat is de Rimmel Scandalize Volume On Demand Mascara. En daarbij hoort ook een bijpassende primer. Die zie je hiernaast. En deze primer bevat een aantal verzorgende oliën. Waaronder argan, jojoba en kokosnoot. En als je voor de Scandalize Mascara kiest van Rimmel, kies je eigenlijk bijna automatisch voor superveel volume. Dus als je van heel erg veel volume houdt in je mascara, dan is misschien de Scandalize zeker even de moeite waard om naar te kijken. De mascara en de primer daarvan zijn inmiddels al wel verkrijgbaar. Dan heb ik gelijk nog een nieuwtje van een nieuwe mascara. En deze keer is die van Maybelline. En normaal gesproken behandel ik beauty nieuwtjes eigenlijk een beetje in voren. Maar toen ik dit persbericht kreeg, kreeg ik hem ook gelijk opgestuurd. En dat is deze nieuwe mascara van Maybelline. Dit is namelijk de Falsies Lash Lift Mascara. En daarbij hoort ook deze nieuwe eyeliner. En dit is de Hyper Easy Brush Tip Eyeliner. Normaal gesproken wil ik de producten niet direct in deze video laten zien. Dat wil ik dan in een video laten zien waarin ik me opmaak met allerlei nieuwe producten. Of eventueel een perspakketje unboxing. Maar ik dacht, weet je, ik heb ze nu toch. Dus ik laat ze net goed in deze video zien. En ik heb de producten vandaag ook gebruikt voor deze make-up look. Ik heb de eyeliner gebruikt en de mascara. Dus ik kan gelijk eventjes kort vertellen wat ik ervan vind. De eyeliner is super intens zwart en heel erg scherp. En hij bevat allemaal kleine haartjes. Doe me een beetje denken aan de eyeliner die Catrice een tijdje geleden heeft uitgebracht. Die heb ik ook behandeld in een video. En het lijkt ook gewoon een beetje op de Kat Von D Tattoo Liner. Hij bevalt tot nu toe super goed, maar ik heb hem nog maar één dag gebruikt. En dan hebben we hier de mascara. En dit is echt een mascara waar ik heel erg van hou. En nu moet ik zeggen dat mijn camera niet altijd alles perfect overneemt. Want als ik aan het filmen ben, dan maak ik me altijd ietsjes heftiger op. Zodat het niet zo opvalt op beeld of zo. Het is een beetje lastig uitleggen. Maar altijd als ik mijn wimpers doe, doe ik ook altijd een beetje nepwimpers. Dus de wimpers die je nu ziet, zijn niet volledig deze mascara. Maar deze mascara is wel echt gewoon ontzettend fijn. Hij geeft echt zo onwijs veel volume en heel veel separatie. Het is echt ook een borsteltje waar ik enorm van hou. Het is voor mij denk ik echt weer een must-have. Dit zijn echte mascara's waar ik zo ontzettend van hou. Nu moet ik zeggen, ik heb hem nog maar 2 dagen ongeveer gebruikt. Dus ik weet niet wat er nog gaat komen. Maar de eerste indruk is absoluut goed. Sommige mensen zouden wel super blij zijn met het volgende nieuwtje. Want Jeffree Star is namelijk vanaf nu ook verkrijgbaar bij de Douglas. Het was natuurlijk al een tijdje verkrijgbaar bij Easy Paris XL. Maar vanaf nu is het dus ook verkrijgbaar bij de Douglas. Het is natuurlijk niet een mega spectaculair nieuwtje. Want Jeffree Star was eigenlijk al een tijdje verkrijgbaar in Nederland. Maar het is toch fijn dat het ook nu inmiddels bij Douglas verkrijgbaar is. Dan nog even een last minute nieuwtje tussendoor, want Essence komt met de High Beauty Limited Edition. Deze is exclusief bij Kruidvat verkrijgbaar van midden juni tot midden juli. De collectie bevat hoge kwaliteit hennepolie en zijn daarnaast ook nog eens vegan. De collectie bevat een mascara, lipbalm, fixing poeder, concealer, primer, fixing spray en een gezichtsmasker. Dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze video. Maar voordat ik de video ga afsluiten, heb ik eigenlijk nog eventjes jullie hulp nodig. Want ik vind deze video's gewoon heerlijk om op te nemen en altijd te delen. En ik krijg altijd hele leuke positieve reacties. Dus ik heb een beetje jullie hulp nodig. Want ik zat een beetje te denken, hoe vaak wil ik deze serie uploaden? Als ik er heel lang tussen laat zitten, dan komen er natuurlijk heel veel nieuwtjes en wordt het een hele lange aflevering. Maar zoals nu heb ik er ongeveer 3 weken tussen gelaten. En ik dacht persoonlijk dat dat op zich wel fijn zou zijn. Dat ik om de 3 weken deze video zou maken. Maar let me know wat jij wil. Wil je dat deze video om de week komt, om de 2 weken, om de maand, om de 3 weken? Let me know wat je daarvan vindt. En heb ik nog een vraagje. Ik noem het nu natuurlijk altijd make-up nieuwtjes en geruchten. Moet ik zeggen, de geruchten zijn laatst best wel lastig te vinden op internet. Die waren eerder nog wel een beetje goed te vinden als je gewoon op Instagram zocht. Maar het zijn nu echt gewoon make-up nieuwtjes geworden. Dus is dat een leuke titel voor deze serie? Of zeg je, het moet toch eventjes iets anders heten. Een soort unieke titel of zo. Aan de andere kant denk ik, ja, make-up nieuwtjes is wel gewoon een duidelijke titel waar het op slaat.
Maar let me know wat je ervan vindt. Ik maak deze video's natuurlijk voor jullie, dus ik kan jullie hulp natuurlijk altijd gebruiken. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken. Mocht je dit weer een leuke aflevering vonden, laat het zeker even weten door middel van het blauwe duimpje omhoog. En ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!